Oké, dan. Goedenavond allemaal. Topnames natuurlijk iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. 6 jaar geleden alweer, Peter van Schaik, was jij te gast bij ons. Uitvaart.nl is één van de dingen die je doet. En ik heb later heel veel mensen gesproken over wat we doen. En wij waren, ik denk dat ik ook wel namens jou spreek, Stekel, meteen zo geïnteresseerd, gefascineerd door het ding van... Door de digitalisering kun je heel goed inzoomen tegenwoordig op niches. En jij bent daar wat mij betreft de meester in. Want toen al zei je, ik heb 15 websites die gaan over alles wat met uitvaart te maken heeft. Dat was toen. Hoe is het nu? Ik heb er nu 65. Echt waar? Ja. 65? Ja, nee, het is uitgewaaid. Ik sta elke dag op met het idee van wat kan ik met uitvaart doen. En ik heb heel veel mogelijkheden. Dus het is leuk om alles te kunnen proberen als je zelfstandig onderneemt. Dus... Maar geef eens 65, je hoeft ze niet allemaal te noemen, maar geef eens aan. Nou, een gebied waar we nu heel veel sites op hebben, zijn zeg maar lokaal georiënteerde websites. Hè? Dus niet zozeer zeg maar uitvaart in ons landelijke site, hè, met wat kost de uitvaart. Hè? Maar echt bijvoorbeeld, hoe kun je je uitvaart in Amsterdam echt een Amsterdamse tintje geven. Ja, maar dat hebben we ook in Rotterdam, in Alkmaar, in Enschede, Eindhoven, Hengelo. Dus heel veel lokaal georiënteerde websites. En daarnaast heb ik websites waar mensen de kosten van de uitvaartondernemers kunnen vergelijken. De uitvaartmarkt is dat. Dan kunnen mensen een offerte aanvragen. En dan moeten ondernemers in mijn systeem offertes opmaken, zodat ze compleet transparant worden. Als je 5 computers naast elkaar zou zetten, dan zou je precies kunnen zien, hey, deze ondernemer pakt veel op het basistarief. En relatief weinig commissie. En deze pak juist weinig op het basistarief en veel commissie. Dus dan wordt het compleet transparant, omdat ik ze dwing eigenlijk de wensen van mensen te beprijzen. En ze niet de gelegenheid geef om zelf een offerte samen te stellen, want dan krijg je allerlei begripsverwarring en zo. Nou, daarnaast heb ik nog een offerte site, Uitvaart Offertes. En die is wat vrijblijvender, iets korter, zeg maar. En bij Uitvaartmarkt moet je echt identificeren met een sms, hè, zo'n tandcodesysteem. De sms je een code en pas dan kun je offerte echt inschieten. Bij Uitvaart Offertes is het wat laagdrempeliger. Ik vind het nu al totaal verwarrend. Hier kan nog de klant al helemaal geen chocola meer van maken. Naar welke uitvaart... Google is your friend, weet je. Ze googelen gewoon zeg maar, op Uitvaart Offertes. En dan ja, maar waarom heb je niet gewoon één uitvaart vergelijkingssite? Ik begrijp dat gewoon niet. Zeg maar. Nou, dat kan ik je wel uitleggen. We hebben een uitvaartmarkt gemaakt omwille van de transparantie. Dus dat we wilden dat mensen zeg maar, hun wensen in kunnen dienen en dat ondernemers die moesten beprijzen om ze te dwingen zeg maar, in hetzelfde stramien te offereren. Om transparant te zijn. Ja, precies. Dat je appels met appels en peren met peren. Ja. En we hadden ook een identificatiesysteem dat mensen eerst een sms'je moesten sturen voordat ze een offerte konden indienen. Maar er komt natuurlijk op zo'n site komt kritiek hè, vanuit klanten, hè, dus de consument. Sommigen zeiden van ja, ik ben wat ouder en ik heb alleen maar een vaste telefoon. Ik heb helemaal geen sms'jes. En andere ondernemers die zeiden ja, nou moet ik al mijn tarieven bij jou in je site invullen. Hè, dan krijg je heel veel zicht op wat ik invul qua tarieven. En weer anderen zeiden van ik maak liever zelf mijn offertes op. Want dan stuur ik altijd verordeningen van begraafplaatsen en tarievenlijsten mee. Dus in plaats van dan de ene af te kalven naar een soort compromis, dacht ik nou, dan maak ik er gewoon 2. En dan... komen ze of bij A of bij B. En dan heb je in ieder geval 2 plompe bladen in de vijver. En dat houdt anderen ook weer naar buiten. Ja, dat kan ook defensief zijn. Maar het is ook wel een beetje... Ik vraag me daar wel af van wat wil je daar dan uiteindelijk mee bereiken? Want ik moet ook even denken, we hadden hier een tijdje geleden... een start-up aan tafel die deed iets vergelijkbaars met internationale transporttarieven in de shipping. Dus je wil een container van A naar B transporteren. Totaal niet transparante wereld. Want je moet bij een transporteur moet je een offerte vragen. Je hebt geen idee. Die zegt, ja, dat kost €7.900. Ja, die hele keten die bestaat uit 8 onderdelen. Je hebt geen idee waar het geld verdiend wordt. Mm-hmm. En hij heeft wel iedereen in die wereld weten te dwingen om binnen zijn platform transparant te worden over die kosten. Ja. En dat is natuurlijk ook een heel mooi doel. En dan kun je ook een groot platform echt bouwen waar iedereen weet, daar moet je zijn. Ja. Verzwak je ook niet je propositie door dan nou weer iets naast te zitten... Nou ja, waarmee je die ondernemers eigenlijk de mogelijkheid geeft om nog steeds niet... De meeste uitvaartmarkt is dan echt wel echt mijn meest zeg maar, gebruikte website. En die uitvaartoffertes krijgen ze dan er kosteloos bij. Ja. En het is gewoon echt de oplossing voor het probleem. Sommige mensen die hebben geen sms. Die kunnen niet zeg maar, een offerte indienen omdat ik ze dwing een sms'je te sturen. Om vooral fake offertes. Een ondernemer die geen sms heeft? Nee, een consument. Een klant. Dus een klant die vraagt een offerte aan. En moet zich eerst identificeren. Het is ook een beetje om te voorkomen dat collega's bij elkaar tarieven gaan aanvragen. Ja. Nee. Dus,
Dus, maar sommige mensen die hebben gewoon, die vinden dat zeg maar, die zorgvuldigheid waarmee we uitzendmarkt hebben opgebouwd. Hè, we vragen echt heel veel voordat we een offerte kunnen laten maken. Nou, sommige mensen vinden dat te veel. Hè, die zeggen van ik wil korter en ik wil geen identificatie met sms. Dus nou ja, dan maken we eentje bij. Dus laten we zelf, laten de markt bepalen wat je gebruikt. Zeg maar. Maar goed, jij zegt, hè, want Roeland, zijn vraag is... Is het niet krachtiger om zeg maar één heel sterk merk te hebben? Jij zegt van, wij zetten eigenlijk heel veel dingen, merken naast elkaar. Soms inzoomend op een deelgebied. Maar dit is wel, jouw overtuiging is, dit is een betere... Nou ja, kijk, dit is even op het offertegebied heb ik dus twee offerte sites. En zeg maar voor die andere sites, die lokaal georiënteerde informatieve sites voor steden... Ja, Amsterdam is geen Rotterdam. Hè? Dus we proberen zeg maar, de informatie op maat mogelijk aan te bieden. Zeg maar. Dus daar moet je dus zoveel. Maar leg dat eens uit. Natuurlijk is Amsterdam geen Rotterdam. Maar als je een landelijke site zou hebben en je zou dan een pull-down hebben van waar wil je informatie en ik zou dan Rotterdam hebben. Of gaat het verder dan, is de uitstraling ook anders? Ook, ja. Maar ook voor Google-optimalisering kun je beter lokale verschillende pagina's. Hè? Want je kan niet met één site overal goed in zijn. En je kan het wel met verschillende sites. En bovendien, zeg maar, de informatie is ook letterlijk anders. Hè. Het is niet bij onze lokaal georiënteerde sites, het is niet een soort basisstramien met een dun sausje adressen erover. Nee, de hele informatie is anders. Dus hoe je de hospiceopname regelt voor je vader is in Amsterdam heel anders dan in Rotterdam. En, hoe je... en wat is dan jouw merk in Amsterdam? Begrafenis Amsterdam. Met een streepje ertussen? Ja. Oké. Okay. Ja, ik google dat nu even, Begrafenis Amsterdam. Dan na de advertenties sta je inderdaad bovenaan. Ja, en Google Maps uitvaart Eindhoven. Ja. En dit vind ik wel namelijk heel slim. Want ik probeer me toch even... Nee, dat lokale, daar zat ik, terwijl ik dit zat, even zat te checken of het klopt wat je zegt. Google is your friend. Nee, maar ik zat te denken, wat zou ik nou doen? Want ik heb me, denk ik, net als de meeste Nederlanders... eigenlijk nooit echt verdiept in hoe ik dat nou in godsnaam zou moeten organiseren... als ik een begrafenis zou moeten organiseren van iemand. Precies. Google is your friend. Nou, dan denk ik wel, ja, ik moet dat hier regelen. Yes. Stel, een van mijn geliefden overlijdt. Ouders of vriendin, of weet ik veel. Ja, denk, uitvaart Amsterdam. Ja. Ja, precies. En niet, zit er gelijk bij te glunderen, want dat is natuurlijk wel... Zo is het wel bedoeld natuurlijk. Ja. Ja. En zeg maar, je zegt, ik heb veel sites. Hè. Het is niet dat ze zich allemaal cannibaliseren. Ik heb één site voor terminale zorg, palliatievezorg.nl. Ik heb één site voor uitvaarten die het milieu zo min mogelijk belasten, groenuitvaart.nl. En ik heb dan twee offerte sites, maar omdat er gewoon twee verschillende mensen... Sommigen willen quick and dirty, hè, snel en makkelijk, en de anderen willen... heel zorgvuldig en uitgebreid. En ik wil heel transparant en vergelijkbaar. Maar als er geen mensen zijn van die zeggen... ja, hè, nou moet ik alles bij jouw systeem invoeren... en ik vind dat vervelend, want dan krijg je heel veel inzage in mijn tarieven. Nou ja, dan hebben we ook nog een alternatief. Ja. Dus het is maar twee, zeg maar. Dus dat is niet heel veel. Ja, wat wel leuk is... ik las een artikeltje volgens mij een half jaar geleden of zo... op nms.nl over dat toenemend aantal ZZP'ers in de uitvaartbranche. Ja. En dat onmiddellijk effect heeft gehad op de prijzen. Ja. Dus, en daar heb jij natuurlijk heel erg bij geholpen, denk ik. Want via jouw platformen kunnen mensen zich aanbieden. Want vroeger had je geen keus. Er waren er een paar. En je had geen zicht op keus. Ja. Wat is dat voor fenomeen? Er zijn dus heel veel mensen die denken blijkbaar van... goh, ik ga iets doen, ik word één pitter op het gebied van uitvaart. Ja, ja, dat is, enerzijds is dat... omdat heel veel mensen, uitvaart is iets wat je makkelijk voor kan stellen. Het is geen beschermd precies, beroep of zo. Precies, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Ja, in mijn ogen onderhand een probleem, zeg maar. Iedereen is vrij, zeg maar. Hè. Dus jij bent ook uitvaartondernemer. Je kan vanmiddag beginnen en jij ook. Ja. Dus iedereen is het. Er is geen vestigingsvereisten, er is geen opleidingsvereisten. Dus iedereen is het. Hè. Dus wat zie je vaak, dat als mensen, zeker toen het wat minder ging met de economie... en dan volgen ontslagrondes. Hè, iemand die jarenlang bij een verzekeraar heeft gewerkt... die denkt van ja, ik moet nog wat. Nou, dan is een uitvaartbranche een branche met hele lage toetredingsbarrières. Hè. Je koopt een telefoon en een laptop en je kan aan de gang, zeg maar. Ja, en dan kun je natuurlijk ook, als je ZZP'er bent, kun je ook zeggen... ja. Als ik twee uitvaarten per maand heel goed doe, met heel veel persoonlijke aandacht, zonder overhead, ik heb geen kantoor,
Kun je natuurlijk veel goedkoper werken. Ja, dat is ook zo. Maar, zeg maar het is ook wel. Kijk, mensen, het is ook een soort, bepaald soort simplisme dat mensen denken: iedereen gaat dood, dus dat droogt nooit op. Dus er zal wel veel geld zijn. Maar, ik las 149.000 sterfgevallen per jaar. Ja, maar het aantal ZZP'ers is bijvoorbeeld gegroeid van 800 naar geloof ik 1800. Ja. En terwijl het aan het sterftecijfer is nauwelijks, nauwelijks gestegen, zeg maar. Ja. Maar het verdrinkt, verdrinkt elkaar natuurlijk in de markt. Ja, dat klopt. Maar ik weet niet of het per definitie slechter is dat je een ZZP'er over de vloer krijgt met alle tijd van de wereld. En helemaal volkomen niet. Persoonlijk, nee. Die jou helpt. Maar dat is dan precies het punt. Hè? Als zeg maar, hier een uitvaartonderneming zit met heel veel loondienstpersoneel. En die deed altijd 150, 160 uitvaarten per jaar. En dan komt er zo'n ZZP'er, die doet bijvoorbeeld de buurvrouw en zijn achterneef en de groenteboer. En als er hier nog een ZZP'er naast gaat zitten en die doet weer de buurvrouw en zijn vismaatje en ga zo maar door, dan mist deze natuurlijk per maand 4-5 uitvaarten, een keer het aantal ZZP'ers. Dus die gaat uiteindelijk moeten inkrimpen. Die gaat mensen ontslaan. Ja, wat kunnen die mensen? ZZP'er worden. Precies. Dus wat gaat er gebeuren? Nog meer, zeg maar. Ja, maar wat is... Maar, ik vind het interessant, want hetzelfde geldt een beetje voor Uber. Je kan op twee manieren naar kijken. Als je kijkt vanuit de bestaande taxibranche, kan je zeggen... Het is bedreigend. En de keer dat ik in een Uber zit, dan zijn dat zeg maar studenten die extra, die wat bijverdienen. En voor hun is het een kans. Weet je wel? Ja. Dus ik heb daar niet helemaal een mening over. Want er zitten die twee kanten aan. Misschien wordt de taxibranche bij wijze van studenten. Voor consumenten wordt het gewoon aantrekkelijker. Hè? Meer concurrentie leidt tot lagere prijzen. Ja. De tijden zijn natuurlijk altijd opgegroeid. Want ik las ook in datzelfde artikel dat de prijzen ook gedaald zijn. Van gemiddeld 7500 euro naar 4000. Ja. Tenminste, dat merk ik op basis van die offerteaanvragen die wij krijgen. Iets van, op basis van 4000 uitvaarten, of 4000 offerteaanvragen. Ik kom uitvaarten van 7500 eigenlijk nooit tegen. En vroeger leerden de verzekeraars die leerden ons altijd. Een uitvaart kost altijd 7000, 8000 euro. Ja. Maar ik zie het niet. Nee. En jij zei aan het begin van het gesprek toch iets fascinerends. Je zei, ik word elke ochtend wakker en dan denk ik... Kan ik nog iets verzinnen om met dit thema, uitvaart, begrafenis, te doen? Waar komt die fascinatie bij jou vandaan? Ja, dat weet ik niet. Het is gewoon, zeg maar, het zit zo dicht bij mensen. Ik heb zelf economie gestudeerd aan de VU. En ik wilde eigenlijk iets met beleggingen of, zeg maar, econoom worden. Hè? Maar dat is natuurlijk voor heel veel mensen iets interessants, maar voor heel veel mensen ook niet. Maar de dood, dat raakt iedereen natuurlijk. En dat is zeg maar zo dichtbij en het is zo impactrijk, impactvol, zeg maar, als dat zo gebeurt. Dus het is voor iedereen, kan zich daarbij voorstellen, hè, hoe enorm impact dat kan hebben op je leven. En dat maakt het interessant natuurlijk. Ja. Voor mij. Ja, het aantal sites is toegenomen, maar als ik jou een beetje ken, dan wil je ook alles zo efficiënt mogelijk doen. Hè? Dat betekent niet dat je organisatie, denk ik, op dezelfde manier groter is geworden. Nee. Nee, vertel, daar is wat over. Nou, wil je lekker klein blijven en veel impact hebben? Of, weet je, kijk, je moet wel als je hè, ook al neem je qua omzet of zeg maar qua sites toe, mensen in dienst nemen, doe je niet zomaar. Hè. Als ik iemand in dienst neem, dan moet dat wel zeg maar een reden hebben. En ik kan alles nog prima aan. Hè. En ik heb geen vaste programmeur nodig in loondienst. Hè. Als ik iets nodig heb, dan haal ik hem van stal, dan doet hij iets goeds en dan hè, verdwijnt hij weer. Vormgever ook. Ik ben niet elke dag nieuwe sites aan het vormgeven of zo. Hè. Dus hij maakt een vormgeving, dan gaat het een tijdje mee. En als het weer verandert, dan bel ik hem weer, zeg maar. Dus we hoeven niet... Ik moet wel werk hebben voor... Waar zitten dan je vaste mensen op redactie? Of op, Nou, ik heb zeg maar twee jongens die werken voor mij. Die doen de redactie. En die ook veel filmpjes maken, zij bedrijfsfilms. En daar organiseer ik ook een uitvaartbeurs mee in Amsterdam. In de Westerkerk op 14 april. En... Ja. Ik heb een programmeur. Die is eigenlijk meer dan een programmeur. Daar spar ik ook wel eens mee over de richting die we op kunnen gaan. Dat soort dingen. Maar ja, ik heb niet, zoals mijn voorganger, heel veel mensen nodig. Nee. Als het zou moeten, dan zouden we dat doen. Maar ja. Ja, en met al die dingen die je doet, hè, want ik hoor van alles langskomen. Vergelijkingssites, lokale websites, een uitvaartbeurs... Waar zit het belangrijkste verdienmodel voor jou? Nou, dat wordt nu een beetje verschoven. Want ik heb nu echt, daarnaast ben ik een uitvaartonderneming begonnen. Amstel Uitvaarten. En daar ben ik, geloof ik, 8 november begonnen. En dat gaat heel snel heel groot, zeg maar. En ik doe nog geen eens zoiets bijzonders.
ben gewoon eerlijk. En dat is al bijzonder, zeg maar. Ja? Ja, ja, het is gewoon, ja, dat werkt bij... bij ja, en wat is dat dan in dit geval? Wat houdt nou, weet je, ik heb altijd wel iets in de uitvaart willen doen. Hè. En zeg maar, dat internet was eigenlijk een gemedieerde vorm. Hè. Ik had niet echt een plek in die uitvaartbranche. En ik kwam toevallig met internet en ik registreerde die domeinnaam en zo is het ontstaan. Maar ik weet nog wel, toen ik in het begin langs uitvaartondernemer of crematoria kwam en ik werd daar rondgeleid. Dan zei zo'n directeur, en dit is de meneer van het internet. Nou, dan schaamde ik me echt helemaal kapot. Dan denk ik van, oh nee, zeg het niet, weet je wel. Ja. En toen vond ik het echt heel vervelend. Op een gegeven moment is dat internet natuurlijk, heeft aan belang gewonnen. En toen vond ik het juist leuk, hè, dat ik degene was... Ja, toen werd het een compliment. Toen werd het een compliment van degene die dat destijds op tijd heeft voor ingezien, zeg maar. Maar ja, weet je, ik heb altijd wel zeg maar, die directere betrokkenheid bij de uitvaart willen hebben, zeg maar. En ja, dat heb ik nu eindelijk wel, zeg maar. Maar wat doe je dan? Is dat ook een probleem voor je geloofwaardigheid? Want als je aan de ene kant prijzen vergelijkt en uitvaartondernemers transparant wil maken, en dan heb je zelf opeens ook een belang. Ja, maar ik heb dat echt in twee aparte BV's. En ik bied ook niet mee met de offertes. Hè. Dus die gaan helemaal langs mij heen, zeg maar. En dat zou ik ook niet anders kunnen. Want er hoeft maar één klant te zijn, hè, die zou al die offertes uitprinten. En dan komt hij bij wijze van spreken naar een van mijn klanten en die zegt van... Hè, meneer Van Schaik gaf deze offerte, dan ben ik gelijk natuurlijk weg, zeg maar. Dus ik heb twee verschillende bedrijven. Ja, maar toch riskant natuurlijk. Ik weet dat toen Independent verkocht werd aan... Welke verzekeringsmaatschappij was het ook weer? Achmea, geloof ik. Ja, dan denk je, dan kunnen ze wel zeggen dat ze dat gescheiden houden. Maar... Ja, het is aantoonbaar, zeg maar. Want niemand zal mij kunnen betrappen op een offerte die ik heb uitgebracht bij een van de mensen die via uitvaartmarkt of uitvaartoffertes een offerte heb aangevraagd. Ja. Dus, en als dat ooit gebeurt, hè, dan lekt zoiets snel genoeg uit. Hè. Als je dat was ook de kracht van internet. Ja, zoveel aanvragen krijgt. En ik doe dat gewoon gescheiden. Ja, maar je zei net, het enige wat ik eigenlijk doe niet eens zo heel bijzonder, gewoon eerlijk zijn. Maar leg dat eens uit. Wat is dan het... Nou ja, weet je, ik merk gewoon dat als je gewoon... heel erg alles stript van, als je het gewoon aan mensen uitlegt. Hè, ik ga nu dit met je overleden doen, we brengen hem naar die plek. Daar blijft hij tot die tijd. U kunt beter dat niet doen, want dat kost meer geld. Dus hè, als je het heel zakelijk benadert, dat waarderen mensen. Hè, want dan hebben ze het gevoel dat je echt daar eerlijk over bent. Dat je er voor hun bent. Ja, en ook eerlijk erover bent. Hè. Ik zeg ook wel eens mensen van, die willen dan bijvoorbeeld pakket B, zeg maar. Want we hebben dan standaard pakketten. En zeg, nou, u kunt ook... aannemen, hè, en dan iets erbij, dan reproduceert hij eigenlijk pakket B, maar dan zonder dat en dus goedkoper, want heeft hij toch niet nodig. Nou, dat vinden mensen prettig. Ja. En dan doe ik nog ineens iets bijzonders en dan zeg ik gewoon hoe het zit. En mensen zijn de uitvaarten, heel veel mensen die hebben gewoon geen ervaring met uitvaarten. Je doet het één of twee of drie keer in je leven. Gelukkig niet, zou ik maar zeggen. Nee, ja. Precies. Ja. Dus als dat dan gebeurt, dan staat hun wereld op zijn kop. Dus als je dan gewoon eerlijk bent en je gidsen eigenlijk. Ja, dat is alles, dat is alles wat mensen vragen. En, je hoeft niet zo zalverig binnen te komen en met een standaard pak, met een soort standaard uitval van 7.500. Dat is gewoon niet meer zo. Maar ja, toch wel een grote stap voor jou. Van zeg maar, de internetondernemer die een platform had, naar gewoon daadwerkelijk telefoonopnemen. Een platform heeft, hè, want ik heb hem nog steeds. Een platform heeft. Maar inderdaad, dat is een andere business. Wat vind je leuker? Nou, ik vind dit wel heel leuk, Amstel Uitvaart. Hè. Omdat het heel direct is. Hè. Ik leer ook, hè. Het is, je zegt het is een gevaar, maar het is ook een kruisbestuiving. Want ik leer nou meer dan ooit, hè, hoe die tarieven in elkaar zitten. Dus ik kan ook helderder communiceren. Ik kan meer het consumentenbelang vertegenwoordigen. Omdat ik dat leer kennen nu, zeg maar. En waar de valkuilen. En ja, er zijn best wel veel valkuilen in die uitvaartbranche. Hè. En dat begint al... een paar. Nou, dat begint bijvoorbeeld al als iemand overlijdt, hè, in een hospice of een zorgcentrum. Dan komt er soms wel eens een verpleger op je af. Die zegt van, goh, ik heb zo'n goede band met uw moeder. Zou ik alvast de verzorging mogen doen? Dat zou ik heel prettig vinden. En dan zeggen mensen, ja, doe maar. En dan vervolgens blijkt dat dus een commerciële opdracht te zijn, waar je gewoon een rekening voor krijgt. Maar het is nooit zo als zodanig gecommuniceerd. Ja. En er zijn heel veel ziekenhuizen, die hebben het beheer van het mortuarium uitbesteed aan, zeg maar, uitvaartondernemers. Want dat scheelde hun personeel, dus dat was goedkoop. Maar dan krijg je zo'n uitvaartondernemer, die gaat het mortuarium beheren. Nou, die wil natuurlijk gewoon het liefst een factuur kunnen sturen. Dus je moet een overledene binnen 3 uur na overlijden ophalen uit het mortuarium. En dan, zeg maar, worden er geen kosten gerekend. Ben je iets te laat, van na 3 uur, hè, dan worden er kosten gerekend. Nou, dan maak je mee dat iemand... Dat weet natuurlijk niemand. Nee, maak je mee dat iemand om 9 uur overlijdt. En dan bel ik die mortuariumbeheerder. Ik zei, wil je die overledene komen ophalen? Zegt hij, ja, ik ben er pas om 4 uur. Ik zeg, ja, dat is leuk. Dat kan wel zijn. Hè, maar dan kan ik er natuurlijk niet binnen 3 uur de overledene ophalen. Zegt hij, ja, maar zo doen we het altijd. Zegt hij, ja, maar dan heb ik daar niks mee te maken. Hè, dan moet je de factuur ook naar de nabestaanden sturen, maar...
Wij zijn er op tijd, dus je moet op tijd zorgen dat we de overledene af kunnen halen. En anders geldt die 3 uur niet. Nou ja, dat soort dingen die weten mensen niet. En dan zeggen ze, doe maar rustig aan, neem de tijd. En dan vervolgens tikt het. Nou kan je 1 ding zeggen, je kan beter in het Hilton liggen dan in een mortuarium. Want het is bijna duurder, zeg maar, per dag. Ja. Zo'n mortuaria die zijn €185 per nacht, zeg maar. Ja, dat klinkt grappig, totdat het jouw dierbaar nee, is. Ja, nee, ik snap het. Nou, zit er een Pinksterweekend tussen en dan krijg je een rekening van €500. Ja, omdat je pas op maandag... Precies. Dinsdag weer terug. Ja, en als je daar mensen een beetje voor beschermt... en als je gewoon zakelijk bent van luister... Ja, maar dat vind ik wel mooi, want dat is dan wel de rode draad in wat jij doet. Jij irriteert je gewoon heel erg aan die schimmigheid... en de niet-transparantie in zo'n branche. Ja, je hoeft want dus daar niet... is dan begonnen. Ja. Want jij begon met die prijsvergelijken. Ja, je hoeft niet heel erg iets bijzonders te doen. Hè? Ik dacht vroeger, een uifeltondnemer die mij vroeger kende... zei, ja, ik weet niet of het voor jou is... Hè? Je bent druk en dit en dat. Hè? En is dat wel iets voor jou met nabestaanden? Toen dacht ik echt van, hier moet een soort rijmen op, hè, als een soort elf over de grond. En je moet ze helemaal apart benaderen als broze vlinders. Dat is helemaal niet waar. Je moet gewoon eerlijk zijn. Je moet gewoon duidelijk mensen zeggen, als die dan overlijdt. Hè, en je belt me snel, dan kan ik je dat besparen. En als je dat niet doet, hè, dan heb je meer tijd. Maar dan komt die kost. Als je op die manier heel bazaal eerlijk bent, nou, dan heb je veel mensen gewonnen. Zeg maar. Maar je zei van, dat gaat eigenlijk... sneller, beter dan ik gedacht had. Ja. Maar hoe heb je dat dan gedaan? Of is dat ook weer je Google-deskundigheid geweest? Want hoe komen mensen aan je naam dan? Want nou, de concurrentie ook, is wel groot. Ook gewoon op Google AdWords adverteren, onder andere. En ook via mijn andere sites. Hè. Dus ik heb wel een aantal sites die, zeg maar, die stand-alone zijn. Die niet bij mijn ene werk horen. En die waar ik daarmee zeg maar, Amstel Uitvaarten promoot. En ik heb wel eens een... ik probeer natuurlijk in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Dus... toen stond hij Bitcoin op zijn hoogtepunt. Toen vroeg ik mijn programmeur, maak even Bitcoin betalen mogelijk. Dat deed hij toen. Toen bracht ik een persbericht uit van de eerste ondernemer die met Bitcoin kan betalen. Ja. Nou, gelijk op AT5. En dan dat heb je toch even... Bitcoin begraven heb jij. Ja, sindsdien begraven. Nou ja, dat is zeker een grote kracht van wat jij doet. En die andere is natuurlijk absoluut jouw... Ja, gewoon dat moet je natuurlijk bij elk onderwerp hebben, maar weet je, de betrokkenheid van jou bij het onderwerp is gigantisch. Ik ben ooit heel lang geleden bij jou thuis geweest. Ja. Weet je, en toen liet je me ook, in die tijd, ik weet niet of je dat nog doet, dus liet je me beelden zien, omdat je reizen organiseerde. Dat was in China, weet je wel. Ja, klopt. Een uitvaartcentra. Ja, en het staat mij nog steeds bij van, weet je, hoe jij daar... ja, bevlogen over kon vertellen. Want dit onderwerp, anders kan je het natuurlijk ook niet zo volhouden. Nee. Dat dooft niet, weet je. Ik vind het nog steeds heel leuk, zeg maar. Dus, Maar tegelijkertijd hoor ik eigenlijk wel dat je... Dat dooft niet, maar dit nieuwe stuk ervan... Die twee dingen, denk ik. Want vorig jaar was die eerste editie van de uitvaart... Beurs. Nee, dus 1 jaar ervoor, 2016. Ja, daarvoor, weet je wel. Maar je bent eigenlijk van online... ben je wel meer offline geworden de afgelopen jaar. Ja, absoluut. Ja. Misschien was die distantie die online met zich meebrengt... ook op een gegeven moment genoeg, weet je wel. Dus ik laat het ook niet gaan. Ik doe dat ook nog steeds. En ik heb ook steeds heel veel plannen voor online, voor nieuwe dingen. Maar dat het een offline spin-off krijgt... dat past heel erg bij dit onderwerp natuurlijk. Je kan het niet alleen maar virtueel doen. Alleen maar virtuele begraafplaatsen, dat houdt een keer op, zeg maar. Dus het werkelijke, dat wordt steeds... hoe meer je offline gaat, hoe groter de impact natuurlijk wordt, zeg maar. Je bent daar heel succesvol in. Je zei net al, als je eerlijk bent, kom je al aan een end. Maar ik zie ook wel vaak dat je heel diep na moet denken... over de ontwikkelingen en de trends in de maatschappij en hoe dat werkt. We hadden het net al even over... Weet je wel, het fenomeen ZZP'er in deze branche, omdat het geen beschermd beroep is. Wat zie jij nog meer voor trends in de samenleving die impact gaan hebben op deze business? Nou, dat is heel grappig dat je dat zegt, want dat is eigenlijk een van de ontstaansredenen van Amstel Uitvaarten. Dat is zeg maar, wat we zien aan trend, dat laat zich een beetje vergelijken met de lenen economie. Dus vroeger, als je een reis naar Amerika boekte... kocht je een all-in bij Jan Does en er werd alles verzorgd. Ja. En nu tegenwoordig koop je je ticket via Skyscanner, via Airbnb, appartement. En omdat je dat zo bij elkaar schakelt... Kijk wat goedkoop. Precies. Kan je ook nog naar dat koffieshopje op de hoek. Ja. En dan heb je het gevoel dat je bij wijze van spreken even een New Yorker bent geweest. Hè? Authentieker, omdat je het zelf bij elkaar schuilt en zo. Ja. En dat zie je ook in de uitvaartbranche. Mensen willen zich niet meer over laten leveren aan de middelmatige smaak van de uitvaartindustrie met een standaardpakket. Dus dat is eigenlijk waarom we Amstel Uitvaart zijn gestart. Wij leveren als het ware de core
Hè, de core van de dienstverlening, dus de logistiek, het papierwerk. Eigenlijk alles wat mensen niet zelf kunnen, niet zelf kunnen of willen doen. Hè, omdat ze dat veel moeite vinden of dat er hoofd aan niet staat. Maar de essentiële dingen waarmee ze echt een eigen kleur of een cachet aan de uitvaart kunnen geven. Dus bijvoorbeeld het samenstellen van een draaiboek, het schrijven van een afscheidsspeech, het zelf plaatsen van een rouwadvertentie, het zelf opstellen van rouwkaarten. Daar hebben we dan handleidingen voor waar ze bij stimuleren. Hè, en het resultaat is dan dat ze het gevoel hebben dat ze een veel persoonlijke uitvaart hebben ontwikkeld. Omdat ze veel meer hands-on zelf de uitvaart hebben kunnen regelen, zeg maar. Ja, ik zie ook, maar dat was ook omdat ik me een beetje zat te verdiepen, omdat je weer kwam. Ja. Ik wist het eigenlijk niet eens, dat steeds meer mensen ook bijzondere locaties willen. Ja, dat het tegenwoordig ook kan, hè. Terwijl ik ga eigenlijk alleen maar naar crematies en begrafenissen op begraafplaatsen en in crematoria. Ja. Maar ik lees dat heel veel mensen zeggen van ja, maar ik wil een uitvaarddienst op het strand. Ja, of precies. Of in het bos. Want waarom zou je afscheid nemen in een crematorium waar je nooit komt? Waarom niet de hele afscheiddienst bij jou thuis? Ja. Maar mijn verbazing zegt al genoeg. Ja. Want het is zo logisch als wat. Ja, en dan laat je de rouwauto komen. Dan zwaait met de hele straat zwaai je overledene thuis uit. En daar neem je afscheid. En vervolgens wordt de crematie dan zonder aanwezigheid van de familie. Dat scheelt je kapitalen. En als je mensen daarop wijst, hebben ze het gevoel, hé, je helpt me. Want het is veel persoonlijker geworden. We hebben met moeder in de eigen slaapkamer kunnen zitten. Precies, we hebben zelf onze koffie gedronken. We hebben er zelf kunnen verzorgen. We hoefden niet op bezoektijden te komen. We hoefden geen €250 voor een rouwbezoek te betalen. We hoefden niet te wachten tot 7:30. We kunnen daar helemaal bij zijn. En op het moment dat je dan helemaal klaar bent, dan zwaai je dan je moeder uit. En dan neemt de auto ermee. En dan gebeurt er eigenlijk daadwerkelijke crematie. Zonder aanwezigheid van familie in het crematorium. En dat scheelt je dan duizenden euro's. Maar wat ik ook overigens steken, een leuke lijn vind. Zoals je weet, we doen het al jaren. We spreken allerlei mensen. Een van de mensen die we één keer per jaar spreken is Werner Vogels van Amazon. En Werner Vogels heeft ons ooit gezegd, binnen hun bedrijf zijn ze op een gegeven moment hebben ze ingesteld dat ze een bonus hadden ingesteld voor mensen die het het voor de klant goedkoper gingen maken. Dus niet die meer geld gingen binnenhalen. En dat voel ik bij jou ook heel erg. Dat vooral hun eigen dienstverlening goedkoper maken voor hun klanten. En dat voel ik bij jou eigenlijk ook heel erg. Dat jouw drive echt dat is. Die 7500 of wat het ook en was. En nog niet zozeer, de drive is niet primair het goedkoper geld maken. Maar om het terug te geven. Hè? Dat de regie teruggeeft. Hè? Dat je niet, stel nou voor je moeder is dood. Dan moet je gaan wachten tot 8:30, totdat je een uur een rouwbezoek mag hebben in een uitvaartcentrum waar je nog nooit bent geweest, met projectstoelen, tapijt en standaardstoeltjes. Dan moet je €250 betalen en dan ook nog eens een keer voor de consumpties. En na afloop zit je weer thuis. En dan is het alternatief, je kan het helemaal in je eigen huis doen. Hè, met het favoriete recept cake van je moeder. Met alle vrienden en vriendinnen eromheen. Je kan elkaar aflossen, je kan even de tuin inlopen. Dat kan heel intiem worden. En dan bespaar je duizenden euro's. Ja, no-brainer. Dus wij hebben ook van die hele kleine intieme uitvaarten. Hè, dat hebben ze bij ons pakket intiem. Daar is een uitvaartleider gewoon niet gewenst. Hè, die hangt daar als een zwarte kraai in de hoek. Hè, die mensen die verzuipen in een aula voor 500 man. Dan zitten ze met z'n zeven op de eerste rij. En een hele grote leegte achter. Afschuwelijk, hè? Nou, nu hebben we daar een faciliteit voor bij het crematorium. Dat noemen ze een familiekamer. En dat is echt een 4x4. Er staat een klein stereo-setje. Kunnen ze wat muziek draaien. Dus we kunnen onbeperkt koffie en thee pakken. Nou, dat is een tiende van de prijs. Dus ja, dat is. En het is gewoon ook maatwerk. Hè? Het is die mensen hoeven niet zo'n zwarte kraai in de hoek te hebben hangen om te wachten tot het tijd is. Hè? Dus die sluiten uiteindelijk zelf de kist. Die draaien allemaal een kistschroef aan. En dan komt de crematoriummedewerker en die neemt hem mee naar de crematieruimte. Ja. Ja. Ik vind het wel een hele mooie ontwikkeling. Want toen je 6 jaar geleden bij ons zat, had je dezelfde drive. En dat was toen ook heel erg gericht op het vergelijken, hè? En het transparant maken. Ja. En op die manier de consument helpen om de juiste keuzes te kunnen maken. Van waarom heel veel betalen voor iets wat je helemaal niet wil. Dat was toen eigenlijk de rode draad. Ja. En je bent, wat Erwin net al zei, offline hetzelfde gaan doen. Hetzelfde gaan doen. Ja, dat is de cirkel is eigenlijk weer rond. Ja, het is in ieder geval want offline. Je hebt er heel veel van geleerd, van die digitale ervaring, wat je al zei. Maar andersom ook. Hè. Nu doe ik heel veel natuurlijk gesprekken met nabestaanden en wat zij belangrijk vinden. En het verbaast me af en toe. Hè. We hebben alles heel duidelijk op de site staan. Maar als je ze mensen zo spreekt,
En ik vraag van, ze vraagt ze nog, wat bied je eigenlijk? En ik denk van, nou, hoe kan dat nou? Hè? Ik heb zo'n 1, 2, 3. Ja. En dan leer je dus pas dat op het moment dat mensen dat treft... Lees je het niet. Dan zijn ze helemaal van de kaart. Hè? En dan zit je nog met interaction designers en hè, met heatmaps te kijken hoe dat allemaal moet. Hè? Maar iemands wereld staat compleet op zijn kop. Dus je kan een groot telefoonnummer neerzetten. Ja, en dan als je ze dan spreekt en je loodst ze er doorheen... en je zegt van, hè, als u bij dit pakket, dan heeft u dat erbij... betaalt u wel iets meer, maar je kan het ook niet doen... en dan betaal je minder, en dan kun je dat, snap je? En als je het zo doet, je hoeft helemaal niet in zo'n soort elfentaal... en heel broos als vlinders te behandelen. Je kan gewoon hè, mensen praten en... Die zijn kwetsbaar, maar die zijn niet compleet... Niet opeens... Achterlijk of zo. Achterlijk, je kan gewoon mensen praten en helpen. Zo. Ja. Nou ja, ik heb het inderdaad... Met mijn ouders, ik heb het 2 keer meegemaakt. En wat je dan met name leert in die 2 keer... is hoeveel dingen je in zo'n korte tijdje ineens moet beslissen... waar je nooit over hebt nagedacht. Dus goede hulp daarvoor wil je al sowieso. En als mensen je ook nog kunnen helpen... de juiste keuzes zeg maar, aan te bieden... dan lijkt me dat een zeer waardevol ding. En wat jij al zei, steken wat mooier van dit ding is deze, weet je wel, wat, nou ja, goed, we doen dit al een tijdje. En wat jij eigenlijk laat zien is, eerst werd alles digitaal, daarna ging eigenlijk online en offline elkaar, gaat steeds meer door elkaar lopen en daar ben jij eigenlijk wel een mooi voorbeeld van. Ja, ja, nou ja, dankjewel. Ja, nee, ik vind het fantastisch. Ja, we blijven hier volgen. Ja, dus wij hier over 6 jaar nog weer zitten, ja, zeker wel, toch? Eigenlijk. Ja, tuurlijk, we gaan toch gewoon door. Kom jij er ook nog een keer eerder? Ja, eerder. Zeker. Ja. En we gaan even kijken bij die beurs, want het is, volgens mij is het ook wel een mooie. Ja, het is 14 april, toch, of niet? 14 april in de Westerkerk, dus gewoon gratis toegang. En we hebben daar iets... Na de eerste editie hadden we een soort gimmick om mensen te trekken. En toen had ik zelf een vechtsport. En toen had ik mijn instructeur gevraagd om een vechtsportcursus te organiseren voor uitvoerleiders. Omdat er meer agressie zou voorkomen. Nou, dat ging in als zoete koek. Hè. Dat was overal in de krant van vechtcursus voor uitvoerleiders. Dat was heel geslaagd. De tweede keer had ik alleen een schoelbakkist. Dus een kist met op de bovenkant. Een schoelbak, inderdaad. Ja. De tweede jaar had ik de grafmoestuin. Toen zei ik, in Amsterdam hebben we steeds minder moestuintjes. Terwijl de begraafplaatsen steeds minder bezoekers trekken. Omdat meer mensen kiezen voor cremeren. Dus waarom kunnen we geen grafmoestuin op de begraafplaats maken? Want dan kan iedereen weer tuinieren, weet je wel? Ja. Dat is een gestie zoals meer. We hadden eigenlijk een foto hè, met wortels en weet je wel? Ja. En iedereen van mij staat in de fiets. Jij bent ook wel gewoon marketing team. Dus ja. Jij ook wel redelijk briljant. Ja. Dus dat was ook... Maar dit keer hebben we een gimmick. Niet zozeer een gimmick, maar echt iets dat het brandpunt van de discussie staat, zeg maar. Dus het is veel groter, zeg maar. Wat we vertel. Nu hebben... Ja, dat kan ik echt nog niet vertellen, want ik moet nog even... Maar zeg maar, het is echt... Ik weet zeker dat je het... als het allemaal doorgaat, dan zie je het zeker terug op tv. Journaal, denk ik zelfs. Oké, nou, dat is mooi, man. Nou ja, even we houden je in de gaten. Ja. Hey, ontzettend bedankt weer. Jullie bedankt voor het kijken. En we danken, zoals altijd, Bier & Co. voor de biertjes. PQR voor de hosting van de website. Jetstream voor de stream, de livestream van de uitzending. En Freedom Lab voor de locatie van waaruit wij uitzenden. We zijn er iedere dinsdagavond. Tussendoor gaan we even schaatsen steken. Morgen naar Zweden, man. Ja, we gaan naar Zweden. Zin in. Ja, heerlijk. Dan horen jullie de volgende week weer. Maar we zijn de volgende week weer gewoon hier. Dankjewel. Dag.